Bart Peters en Lucas van den Einde die treden samen op ten voordele van Artsen zonder vakantie. Dat is een organisatie waarbij artsen tijdens hun verlof naar Afrika trekken om daar te helpen. En Bart en Lucas staan voor de gelegenheid niet gewoon op een standaard festivalpodium, maar in drie verschillende scholen. Ik snap het niet. Dus ze treden eigenlijk op ten voordele van artsen die in hun vakantie naar Afrika gaan. Wat doen ze dan in scholen? Wel, dan zit ik hier om dat jou uit te leggen. Het kadert allemaal binnen een grotere wedstrijd. Hè. Alle scholen mochten een filmpje inzenden rond het thema artsen zonder vakantie. Mm-hmm. En de drie beste werden dan uitgekozen. En die kregen dus een optreden van Bart en Lucas. Oké, maar dan heb ik nog eens een vraag. Ja, nee. Oké, Bart Peters snap ik, maar waarom Lucas dan die optreedt? Ja, ze dragen beide artsen zonder vakantie een warm hart toe. Ze zijn goede vrienden van elkaar. Ze zijn ook alle twee met muziek bezig. Dus dat deal was snel beklonken. Nu, het probleem is dat ze dus moesten optreden in drie verschillende scholen. Op drie verschillende locaties. En om die locaties snel te bereiken, reisden ze met de helikopter. Hallo, met Saventem. Ja, wij zouden nu willen opstijgen richting Menen. Speciaal voor artsen zonder vakantie bestaat onze groep uit Lucas van den Einde, Emil Verstraeten, mijzelf, maar ook uit Michael Jackson. Nu zult u zeggen, Michael Jackson, is die niet een beetje dood? Wel, ik zou blijven kijken, want vandaag zal blijken dat Michael Jackson minder dood is dan wij allemaal denken. We gaan ons heel erg aanpassen aan het repertorium dat deze jonge mensen zelf kennen. Dus we gaan nummers spelen van de Black Eyed Peas en zelfs Lady Gaga. Lady Gaga, ja. Ik wou eigenlijk Louis Neef zingen, maar hij zei, ik zou dat niet doen, het is een andere doelgroep. Ik ken niks van die Black Eyed Peas en zo, maar ik zeg, ik ga direct een cd kopen. Ik vind het echt heel fijn. Ik had nog nooit op een djembe gespeeld, dus ik probeer het nu nog te verdoezelen, maar goed, maakt niet uit. Ik vind dat echt een goede djembe speler. En ook pas op, die djembe zelf komt dan ook weer uit een land waar die artsen zonder vakantie mensen zijn gaan helpen. Hè? Dus dat is allemaal conceptueel, klopt dat allemaal. Hè? Michael Jackson bevindt zich, dames en heren, u zult niet geloven, maar bevindt zich momenteel hier in deze djembe. We gaan Michael Jackson terug tot leven wekken. Ja. Om dus te bewijzen dat iedereen te genezen valt door artsen zonder vakantie. Ja. Zelfs Michael Jackson. Dikke ambiance. Ja, duidelijk. Feestje. En dat voor een eerste optreden is wel goed, hè? Het was niet echt hun eerste optreden. Het was niet echt hun vuurdoop, want de tijden van Kulderzipke en de Droomfabriek, dat is ver, ver verleden. Dus hebben ze wel eens samen een nummertje gebracht. Ah, ja. Maar dat is toch nog iets helemaal anders natuurlijk dan als duo op te treden. Maar dat vormde voor beide heren geen probleem, want ze doorkruisten het land alsof ze nooit iets anders deden. Nu van Menen naar Deinzen. Artsen zonder vakantie vliegen ook. Hè. Ja. Het is ook goed voor de groepsgeest. Hè. We kunnen in de helikopter nog veel repeteren en zo. Team building, hè. Heerlijk, hè. Ik heb met de directeur gesproken vandaag nog van artsen zonder vakantie. Hij zegt ook, het is ongelooflijk wat we daar medisch kunnen doen. Nog veel miserie in de wereld. Dus. Ik zou heel graag meewerken met artsen zonder vakantie, maar het probleem is, ik heb geen diploma. Zou ik dan mensen echt opereren en dat je denkt, moet je daar wel een zaag bij gebruiken? En een bijteltje en een hammertje. En dan blijkt dat zo niet te zijn. Dus ik kan beter artsen zonder vakantie steunen met het enige wat ik kan, namelijk met woorden en muziek. Goedemiddag, dames en heren. Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Het is een arts zonder vakantie die je aan de hemel ziet. Een fantastische dag. Avontuurlijk, een beetje het Beatles-gevoel. Hè? Zo helikopter in naar een concertje, terug de helikopter in. Ook de eerste keer dat ik met Bart zo is samen musiceer. Ik heb er al wel eens mee gespeeld bij een Kulderzipken en mijn tijd met de Droomfabriek, met Xavier de Baren nog. Nee, ik heb ervan genoten. Allee, het was heel tof.
die prachtige dag te gaan stemmen, dat wisten we al. Ja. Maar dat gedroom? Een acteur die kan soms wat wegspelen en doe de best om dat weg te spelen. Nee, het was heel fijn. Super aangenaam. We zien ons kamp op rustigere momenten. Ja, wel, dat is goed. Zeer goed. Wil jij net als Bart en Lucas ook iets betekenen voor artsen zonder vakantie? Surf dan naar www.azv.be.